jongens. Ik zeg proost. We zeggen proost. Wat zullen we drinken? Koffie! Koffie! Het lekkere bakje Fleur is Hollands meest gedronken drank. We staan ermee op en we gaan ermee slapen. Koffie is dan wel heerlijk, maar is die ook eerlijk? Ja. Is het productieproces wel voor iedereen even fair? In de supermarkt zijn meer soorten koffies naar klanten, maar op de verpakkingen is nog minder informatie te vinden dan personeel om het aan te vragen. Eigenlijk staat er dus nergens op waar de bonen nou vandaan komen. Of waar de fabrieken staan. Geen informatie eigenlijk. Ook als we de bedrijven bellen, geven ze weinig informatie vrij over hun beleid. Denk dat ik hiervoor dat je best nog op het internet kunt kijken van Nestlé. Hey, kan ik daar laatst zo snel een antwoord over geven? Dat is een vrij Toch willen we echt weten wat de bedrijven doen om de eerlijkheid van hun producten te verbeteren. We zoeken ze op in Nijmegen, Amsterdam en Utrecht. What? Het is niet altijd mogelijk om alle koffies gewoon te krijgen via rechtstreeks van boeren of via het taxhandelaarsysteem. Maar over het algemeen proberen wij dus inderdaad de prijs te betalen die goed is, hè, waar ze van kunnen leveren. Ik koop de koffie eigenlijk direct van die, boerencoöperaties in Kenia. Ik importeer het dak zelf hier en ik ga branddraaien in Den Bosch. Zoals je misschien weet is Sara Lee een van de grootste partijen. En dat betekent voor de twee redenen die wij nodig hebben dat wij in principe van alle manieren om aan de koffie te komen gebruik moeten maken. Zowel rechtstreeks ingekocht als niet rechtstreeks ingekocht. Koffiebedrijven blijken dus al veel te doen om de eerlijkheid van de producten te verbeteren. Het valt echter wel op dat de verwerking van de bonen altijd in Nederland plaatsvindt. Hierdoor belandt het grootste deel van de opbrengst in Nederland en krijgen de importlanden nauwelijks de kans zich verder te ontwikkelen. Is dit wel zuivere koffie? Zou het in het land van herkomst zijn dat betekent dat een coöperatie bijvoorbeeld koffie van elders moet inkopen om daar in een eigen fabriek te mixen? Nou, dat is al een probleem. En kwaliteiten verschillen per land, per oogst, etc. En wij willen een constante kwaliteit brengen en daarvoor moeten we meer leren. We zijn nog niet zo ver dat we dat op dit moment kunnen bewerken. Het grootste bezwaar is gebrek aan kennis natuurlijk in dat soort landen over het brandproces. Bovendien dan zouden ze dus voor alle landen in de wereld moeten branden. En de smaak is niet overal hetzelfde. Wij denken op termijn. Dat koffieboeren zelf of hun organisaties toch in die richting denken en dat het er eigenlijk wel toe komt. Het blijkt dus nog niet zo eenvoudig om de fabrieken te verplaatsen naar de landen waar de koffiebonen groeien. Doordat kennis ontbreekt, smaken verschillen en door de vele melanges is koffie best een ingewikkeld product. Er zal nog een hele ontwikkeling nodig zijn om ons ideaal te kunnen bereiken. Hoe lang blijft er nog koffie te kijken? Er wordt tijd voor koffie!